Hi allemaal. Vandaag, een eimasker. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, jullie misschien ook niet. Maar het schijnt dat eieren heel veel vitamine bevatten. En ja, je kan dus met een simpel ei gewoon een maskertje doen. Ik dacht, dat ga ik uitproberen. En natuurlijk kan jullie vertellen hoe het bevalt. Hier zie je dat ik mijn gezicht aan het reinigen ben. In het begin zag je al hoe mijn huid eruit ziet. En ik weet niet of het eimasker me kan helpen, maar we gaan het gewoon proberen. Je kent het wel toch, als je denkt van ik kan iets. Ik kijk te veel kookprogramma's, dus ik dacht dit doe ik wel even. En toen ging het fout. Maar niet getreurd. Schep het eigeel er gewoon uit. We doen niet moeilijk. En trouwens, het is wel zo dat als je een droge huid hebt, dat je dan eigeel moet gebruiken. En bij een vette en gecombineerde huid, het eiwit. Ik gebruik ook nog servetjes. Die scheur ik dan in stukken, zodat het makkelijker op mijn gezicht past. Het eiwit, want ik heb zelf een gecombineerde huid. Dus ik gebruik eiwit en dat smeer ik zelf uit met mijn handen. Je kan natuurlijk een kwast gebruiken of whatever. Handen vond ik best wel makkelijk werken. Het servetje plak ik er dan op. En dit doe ik gewoon over mijn hele gezicht. Dit masker moet je dan laten drogen voor een minuut of 15 of 20. Voordat je het dan met koud water gaat afspoelen. Nou, niet echt koud, misschien een beetje lauw. Ik zou je wel aanraden om de stukken servet gewoon wat kleiner af te scheuren. Want ik was mezelf helemaal vol aan het plakken en toen leek ik op een mummie. Nou, hier is het dus helemaal droog. En dan kan je het dus zo aftrekken. En eerlijk jongens, mijn gezicht voelde zo zacht aan. Het zag er misschien een beetje gek uit. Maar het voelde wel goed. Ik ken ook geen schaamte om gewoon zo met grijze gezicht in jullie scherm te komen. Maar in ieder geval, mijn gezicht voelde goed aan. Ik zou dit wel aanraden, want ik denk dat iedereen wel een ei thuis heeft. Dus probeer het uit en laat me in de beschrijving weten hoe het is bevallen. Bedankt voor het kijken!